Volgende op Arendsvlei. Je wereld is soms een vrede plek, mami. Dank je dat je van mij, Nicolien, toegelaten om hier te slapen. Dus wat familie van elkaar doen? Is ons nog familie? Jij moet onthouden. Dingen zal nooit diezelfde zijn. Al wat ik vraag is dat we zo'n kans geven. Nee, Lini. Hoe kan ik voorgaan? Ik ran een klap. We trappelt die zelf en nou zag ik hem weg. Jullie, en als spijt dat ik jou verloren heb. Het is mijn toevlug. Jij zei niet zo. Had je mij weer reject als hij terugkomt? Het is amper alsof ik nooit weggegaan heb. Bouw jou in je leven. Trek uit klaar. Wat van ik? Trek hier. Wow. Laatst keer toen we gepraat hebben, wou mami niks met die man te doen. Jij, goeie herinneringen. Een klomp beautiful memories. Maar die phantom zit gestopt. Ik ben mijn pa's dood. Wees maar niet voorzichtig. Ik moet niet attached raken aan mij. Ons het prachtig weer geskil. Wel, nonsens kom in wanneer nonsens aangaan. Zij was nooit een ma van Anton toe geliefd. Die. So hoekom het ek jou acknowledge dat sy dood? Oh, die vrou maak my boos warm. Antie, jy weet moet nie kwaad wees nie. Okay. Long story short, ek het laat toets of ek nog kan kinders kry. Dis huge, Janice. Gaan jy jouself nie introduce in French, Janice? Ons nuwe baker. Hy's a star in the making. Jy was reg. Oricus, hy is nie wie ons gedink het hy is nie. Het jy vir ons 'n fake fun gegee? 'N arm.